De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akinboto, vraagt de samenleving om positief te blijven na de grote olievondst. Hij is blij dat de vondst is gedaan onder de regering Bouterse. Akinboto zegt dat de ontdekking een positieve invloed zal hebben op het beleid van de regering. Hoewel het jaren kan duren voordat de olie daadwerkelijk eruit gepompt wordt, blijft de minister optimistisch. Kijk, er is een traject dat je moet lopen. Nu moet er nog vastgesteld om hoeveel olie het gaat. Er is wel commercieel een winbare hoeveelheden aangetroffen. Maar moet nog vastgesteld of in volume waarover het gaat. Dat is 1, 2. Als land in ontwikkeling, als je al ideeën hebt dat je het hebt en dat het zal komen, kan je daarop anticiperen. En het is ook wel goed en belangrijk voor ons als land dat we juist gericht ons gaan voorbereiden dat wanneer er is, wanneer er uit de grond wordt gepompt, dat er is. En ik zeg, er zijn methodieken, er zijn manieren om het proces te versnellen. Als we kijken naar ons buurland Guyana, die zijn een paar maanden eerder, zelf een jaar denk ik, eerder begonnen met het pompen van olie uit de grond. Al met al, het is ergens gebeurd, zoals het nu aan het gebeuren is in Suriname. Wat we zeker wel moeten doen is nadenken over wat zal er gebeuren, wat zullen we doen, wat willen we uiteindelijk hebben in die sector, met die sector en uit die sector. Door de olievondst zal Suriname zich beter kunnen positioneren op de internationale markt. Minister Akinboto verwacht ook meer internationale investeerders. De verwachtingen die waren daar. Iedereen wist het. Als we kijken geologisch, de mensen die daar kennis over hebben, die hebben steeds aangegeven dat het wel voorkomt. Nu heb je kunnen bewijzen, nu hebben we kunnen bewijzen dat het daadwerkelijk voorkomt. Positief natuurlijk om het land. Meer investeerders zullen zich meer nu met wat zekerheid gaan richten aan Suriname om te investeren. Dat draagt al positief bij. En dat moeten we op een juiste manier weten te cashen en vast te houden hier. En dat vraagt structuur, dat vraagt beleid, dat vraagt visie, dat vraagt daadkracht, dat vraagt concreet aangeven waar we naartoe willen gaan met de oil- en gasindustrie. Nou, is hoe we het willen vertalen. En natuurlijk, ja, natuurlijk. Als regering Adema ben je toch blij dat het nieuws onder deze regering bekend wordt gemaakt. En dat moeten we positief gaan uitbuiten. Minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen was dat. Hij sprak in verband met de olievondst die is gedaan door Apache Corporation en Total SA.